Hallo, mijn naam is Chakot en vandaag ben ik bij de... Techniekerij! Ik sta hier in een hele techniekerige kamer. Ik weet niet juist wat hier aan de hand is, maar ik heb een jaar de tijd om dat uit te zoeken. Want een jaar lang ga ik samen met jullie op wetenschappelijke zoektocht. We gaan naar techniekacademies. Ik ga de slimste stemkids interviewen. En we gaan ook de enige echte Solar Challenge zonnewagen zien. En nog zoveel meer. Ik kijk er al heel hard naar uit. Maar voordat we daaraan beginnen, moet ik misschien mezelf eens even voorstellen. Ik ben Chakot. Ik heb een diploma in de chemie, dus ik ben een echte wetenschapper. Ik vertel heel graag over wetenschap. Dat doe ik live op een podium. Dat doe ik hier op video's, want ik heb mijn eigen YouTube-kanaal. Doe die zot. Dat is ook mijn levensmotto. Gewoon eens lekker zot doen. En een heel jaar lang ga ik jullie dus vertellen over alles wat er in de wetenschappelijke wereld gebeurt. Hier op Weet Je Wat. Nee, dat doe ik niet alleen. Ik heb niet alleen deze camera mee. Ik heb op die camera mee. En achter die camera staat onze cameravrouw. Zeg eens hoi, Janne. Hallo. Zijn jullie er klaar voor? Ik wel, alleszins. Let's go! Vandaag ben ik in Sint-Lieves Houtem op de allereerste dag van de Techniekacademie. Nu, ik ga eens gaan vragen wat zo'n Techniekacademie eigenlijk precies is. Want ik weet het ook niet zo goed. Zeg, Jolien, zo'n techniekacademie, wat is dat eigenlijk? Een techniekacademie is eigenlijk een project van 12 leerlingen, waarbij je verschillende aspecten van techniek aan bod laat komen door echt iets te maken. Dus nu vandaag zijn we gestart met hout en maken we een periscoop. We gaan ook eens met chemie, dan maken we badproducten, elektriciteit, maken we een alarmpje. En zo maken we eigenlijk iets over alle aspecten van techniek. Amai, supercool. Dus dat is eigenlijk zoals de muziekschool of zoals de Dixie. Eigenlijk wel. Maar dan met techniek. Het is een hobby en jammer genoeg is de hobby maar 12 weken. Ik zat op de Creazolder en bij Creazolder was er een beurs van de Techniekacademie. En ik ben daar dan naartoe gegaan aan die beurs en ik vond het superleuk. Dus ik heb het aan mijn mama gevraagd om mij in te schrijven. Mats, mag ik eens vragen, wat ben jij aan het doen vandaag? Vandaag gaan wij iets maken waardoor dat je over een muur kan komen. Zoiets. Maar zo cool! Dan zien ze jou niet. En dat is dan met hout? Dat is met hout, ja. Ja, maar hoe kan je dan door dat hout naar de andere kant kijken? Met een spiegeltje. Ah, met spiegels. Slim, slim. Ja, maar zij betekent ik niet. Voilà, dat is de Techniekacademie. Potverdikke jongens, ik wou echt dat het al bestond in mijn tijd. Volgende keer zijn we er weer en gaan we iemand heel speciaal in de wetenschappelijke bloemetjes zetten. Ah, en voor ik het vergeet... Abonneren! Like zeker!